Ah, Yesterday van de Beatles. En daarna, Que Sera Sera. Maar ja, dan wel elk half uur. Dag in, dag uit. En dat al tientallen jaren lang. In Oudorp zijn ze er helemaal klaar mee. Steeds hetzelfde gejodel en gejank. Nou, dat is een beetje saai. Bloedirritant. Ook voor Marjan Lemmens-Honig, die vlakbij het kadaljon woont, zijn de deuntjes een dagelijkse kwelling. Die hoor je tot in een treuren, dus dat, daar gaat de leukigheid vanaf. Je bent er helemaal klaar mee. Ja, echt wel. Ja. Dat is niet leuk om te horen, hoor. Marjan zocht contact met de gemeente en die verwees haar door naar de stadsbijaardier. Hij wil de deuntjes wel veranderen, maar dat gaat niet zomaar. Ze worden afgespeeld door een computer uit 1992 en niemand weet nog hoe die werkt. Een nieuwe computer dan maar? Ik ben zeker van plan om de 27 jaar oude melodietjes nou toch eens een keer te verversen. Hé, gelukkig. Zou ik ook zeggen als ik hier woonde, ja. Knettergek word je ervan. Ja, echt. En mijn man erbij. En als bonus mogen de bewoners zelf suggesties doen voor de nieuwe playlist. Modern, zoiets een melodie van de ABBA. Pink Floyd, Alan Parsons. Iets van Michael Jackson of zo. Doe maar een opera erin, het mag klassieke muziek. Ja, alles mag, als het maar niet het kleine café is en geen Yesterday. Nee.